Ja, lieve mensen, we gaan deze maand, december, verder met ons thema, Jezus ontmoeten. Maand december, het wordt kouder. Wat is het dan heerlijk dat je de warmte hebt van mensen om je heen. En het thema van deze maand is Jezus ontmoet zijn familie en ook zijn dorpsgenoten. We gaan samen daarbij stilstaan en we denken na over zijn relatie met zijn vader en zijn moeder. Zijn dorpsgenoten, zijn gezinsleden en ook hoe hij omgaat met zijn alleengaande moeder aan het eind van zijn leven. Familie in ons leven. Hoe zijn de relaties? Hoe stel ik me op naar mijn directe familie toe? Hoe werkt dat als ik ouder word? Als ik ben opgegroeid in een bepaalde context, in bepaalde verhoudingen tot de mensen om me heen en dan mijn eigen leven ga ontwikkelen. Hoe vindt men dat, de keuzes die ik maak? Wat voor ruimte ervaar ik? Wat voor ruimte neem ik om daar in mijn weg te gaan? En ook als we nadenken over ons leven met Jezus, ons leven met God, wat betekent het dan voor mij als ik voor Jezus kies in mijn relatie met mijn familie en met mijn gezin? En wat mag dat kosten? En hoe vindt men dan wat ik doe? Er is een boek van Henry Cloud, 4 stappen op weg naar een sterke identiteit, wat ik een bijzonder goed boek vind. Over volwassen zijn, over sterke identiteit. En ja, daarin zegt hij dat er 2 dingen van belang zijn, 2 van de 4, om gezond volwassen in het leven te staan. En hij noemt als eerste dat wij de kunst verstaan om ons te verbinden aan de mensen om ons heen. Dat we gaan voor relatie. Je houdt mensen vast. Je bent in verbinding met mensen. En het tweede is dan, en dan wordt het spannend, dat we ook in staat zijn om in die relatie ook een eigen koers te varen. Hij noemt dat individuatie. Dat we als individu ook een eigen zelfstandige identiteit hebben. En dat kan soms wel schuren. Dat ik in verbinding ben met mensen, maar op een bepaald moment ook kan zeggen van ja, maar dit is wat ik geloof. En dit is waar ik voor sta. En dit is wat ik geloof dat God van mij vraagt. Hoe vindt die ander dat dan? Dan kan het zijn dat mensen zeggen van oké, weet je, als jij dat doet, dan laat ik jou los. Op dat moment is het de kunst voor mezelf om de verbinding vast te houden. Een sterke identiteit verstaat de kunst om in relatie te blijven terwijl je een eigen positie inneemt. Dat is wat hij beschrijft. Nu, als wij nou deze maand ingaan en nadenken over onze relaties met onze ouders, met ons gezin, met onze dorpsgenoten. Wat ervaren wij daar dan in aan uitdagingen? En misschien wel eens aan moeite, van hoe blijf ik in verbinding terwijl ik wel mijn eigen koers vaar? Katek en gezin, katek en familie, wat zijn verwachtingen? Ik herken het voor mezelf, lastige thema's, maar jullie hebben elkaar. Jullie zijn als kring bij elkaar, jullie kunnen het erover hebben en je afvragen wat zien wij Jezus doen in relaties. En wat betekent dat voor onze en wat betekent dat voor mijn persoonlijk leven. Ga erover in gesprek, daag elkaar uit, laat het schuren, laat het liefdevol zijn in deze maand. Ik wens jullie heel veel zegen als jullie als kring hierover verder in gesprek gaan.